Riske heeft een filmopleiding gedaan aan de HKU en ik heb de toneelschool gedaan. En we dachten, laten we eens een keer een video maken waarin we kijken naar wat hebben wij nou allebei geleerd in onze opleidingen? Wat hebben we geleerd in de praktijk? En heeft het nou zin om een filmopleiding te volgen of niet? Hoi, ik ben Gietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. Wil je daar nou nooit meer iets van missen? Abonneer je dan zeker eventjes op ons kanaal. En als je dat nog niet gedaan hebt, download onze gratis startersgids. Dat is een document met allerlei verschillende artikelen erin. Op een goede volgorde, wat je eerst moet lezen en wat je vooral daarna kunt lezen. Heel erg geschikt voor beginnend filmmakers. En die krijg je gratis als je je abonneert voor onze nieuwsbrief. Abonneert voor, abonneert op. Abonneert op onze nieuwsbrief. Gezellig. In deze video willen we het dus hebben over onze opleidingen en over filmopleidingen. En wat leer je nou eigenlijk in de praktijk? Dit is een video die we dus samen gaan presenteren. Dus Riske die zal er af en toe inspringen en weer wat roepen. En dan misschien ik weer. We hebben dit voorbereid, maar dit wordt ongetwijfeld chaos. Want als we elkaar horen praten, dan denken we meestal ook, oh ja, dit moet ik ook nog vertellen of dit wil ik ook nog aanvullen. En nou ja, laat ik dan gewoon voor mezelf zeg maar beginnen bij het begin. Ik heb dus toneelschool gedaan, Toneelacademie Maastricht. En daarvoor heb ik altijd toneel gespeeld. Dus ja, ik ging op mijn 8e geloof ik, ging ik bij de lokale toneeldocent zeg maar, ging ik op les. Op een gegeven moment ging ik bij een toneelvereniging en dan speelden we heel veel gedurende de zomer. En ik dacht altijd, oh ik wil actrice worden of presentator. Vroeger wilde ik heel graag André van Duin worden. En toen op een gegeven moment was het dus tijd om een opleiding te gaan kiezen. En ik dacht, nou ja, ik wil al jaren naar een toneelschool. Dus ik heb mijn audities gedaan. Heel erg mijn best voor gedaan. Weet je wel, afgewezen. En op een gegeven moment werd ik dus aangenomen voor de regieopleiding op de Toneelacademie in Maastricht. En daar hebben wij, als ik het me goed herinner, één blok gehad waarin we videootjes maakten. En dat waren dan videootjes die we zelf bedachten, waar we ook zelf in speelden. En het was voor de lokale of voor de regionale, ik dacht de lokale, omroep. En dat waren dan best wel artistieke video's. En dat was dus het eerste moment waarop we iets gingen doen met een camera. Er was ook nog een camera met een tapeje erin. En ja, we monteerden het toen, als ik het me goed herinner, in Final Cut. In een heel donker hok, weet ik ook nog. En dat duurde ook eindeloos allemaal, dat monteren. Maar dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met zelf iets doen met een camera. En nou ja, zelf ook echt video's bedenken. En dat was dus nog best wel een soort van theatraal ook. En ja, best wel een soort van artistiek wat we dan maakten. Het was zeker geen journalistiek. Het was niet verslaggeving en dat soort dingen. En toen ik op een gegeven moment klaar was met die toneelschool, toen kwam er een punt nadat ik een aantal jaar in theater had gewerkt, heel veel met jongeren had gewerkt, waarop ik dacht, oh ja, ik wil nu eigenlijk meer leren over video. Ik had het gevoel van, hè, dat presenteren wil ik nog steeds heel graag, maar dat regisseren wat ik op school had geleerd, dat zit ook in mij. Dus ik wil heel graag niet alleen maar voor de camera staan, ik wil heel graag weten hoe dingen werken achter de camera, hoe een camera werkt, hoe ik in beeld ben, hoe dat straks gaat in de montage, weet je wel. Omdat ik dan gewoon weet, als ik voor de camera sta, dat ik ook echt kan helpen in het hele proces. En voor mijn eerste video weet ik nog dat ik eigenlijk echt geen idee had wat ik aan het doen was. Ik had gewoon een heel goedkoop cameraatje gekocht voor €230. En ja, ik had wel een soort van door wat hij wel en niet goed kon. Ik had wel door dat er direct in praten, buiten in de wind, dat dat geen goed idee was. Want dat klonk echt heel crappy. Dus ik dacht wel, oeh, ik moet met een voice-over gaan werken. En ik had al door dat de stabilisatie niet heel fantastisch was. Dus een soort van uit de hand alles filmen. Dacht ik al snel, oeh, daar worden mensen vast heel misselijk van. Dus laat ik maar vooral hele statische shots maken. Dus ik heb heel veel shots dat ik gewoon die kant op film. En dan zo stil mogelijk probeer te filmen. En als er dan niks beweegt in beeld, dan beweegt er ook niks. Dan is het een soort foto. En dan die kant op filmen. En dan nog een keer die kant op filmen. En dan nog een keer die kant op filmen. En ik was in die periode dus ook echt heel erg bezig met hoe werkt nou eigenlijk mijn camera. Dus er zit natuurlijk veel techniek achter. En ik wilde gewoon weten hoe dat werkt. Dus wat ik toen gedaan heb, is ontzettend veel opzoeken. Gewoon online video's kijken, artikelen lezen. En ik had gewoon een heel groot blok voor mezelf neergelegd. En dan schreef ik gewoon de hele tijd op wat ik had gevonden. Dus alles over ISO, sluitertijd, diafragma, lenzen, compositie, geluid. Weet je wel, alles wat ik kon vinden, schreef ik daarin. Dus ik maakte eigenlijk als het ware mijn eigen cursus. En ik merkte dat als ik een onderwerp interessant vind, dat ik dat heel goed kan. Dat ik dan heel goed me heel goed kan focussen en heel veel erover kan opzoeken. En vooral als er ook geen verplichting achter zit, dat ik daar dan helemaal in kan duiken en daar ontzettend veel van kan leren. En toen ik mijn eerste video's ging maken, toen merkte ik dat daar nog heel veel te winnen viel. Maar dat ik ook heel veel baat had bij mijn opleiding.
Want wat leer je op een toneelschool nou? Nou ja, je leert daar natuurlijk theater maken. Je leert hoe theater werkt. Maar je leert ook heel erg goed, zeker als regisseur. Maar ja, wat ziet iemand nou die nog niks weet? Als iemand komt kijken naar jouw voorstelling, die heeft geen idee wat het verhaal is, wat de personages zijn, waar jij maanden over na hebt gedacht, wat hun hele voorgeschiedenis is, iemand weet helemaal niks. Wat ziet diegene dan? En snapt diegene dan wat hij ziet? Vindt diegene het boeiend en vindt diegene het spannend? Weet je wel? Dus dat gaat echt over het opbouwen van een verhaal ook. En die skills, wat ziet je publiek en hoe bouw je een verhaal goed op, die heb je ook zo ontzettend nodig op het moment dat je een video gaat maken. Maakt niet uit wat je maakt, of je nu een verslaggevingsvideo maakt of een videoclip. Die skills heb je gewoon nodig. Dus dat merkte ik, dat ik die 4 jaar opleiding die ik daarin heb gehad, en Maastricht, Toneelschool Maastricht is best wel een goede opleiding, dat ik die ontzettend goed kon gebruiken in het videomaken. Dus dat me dat eigenlijk al een voorsprong gaf. Omdat de kern van het videomaken, dat verhalen vertellen, ja, daar had ik gewoon al heel veel tools voor. Ik wist alleen nog niet hoe ik dat moest doen in video. Dus ik kende de techniek nog niet. Nou, die kon ik voor een groot deel ook leren zonder opleiding. En ik maakte dingen soms te theatraal. Daar heeft Ris me in het begin nog wel eens op teruggeroepen. Dat ik dan zei, ja, dan komen we in het begin, spring ik uit de vuilnisbak. En dat Riske zei, maar waarom eigenlijk? Dat in theater zou je dat doen. Weet je wel, want daar werkt dat. Maar voor video kan het allemaal ook veel kleiner. En hoef je niet soort van ineens die achterste rij te bereiken. Maar kan je gewoon ja, iets maken wat meer hier zit. Dus dat heb ik toen heel erg meegenomen. Van, oh ja, ik moet deze skills dan wel op een net iets andere manier inzetten. En wat mij heel erg geholpen heeft, want ik heb dus een deel van die techniek zelf geleerd, is toen ik Riske tegenkwam om ook van haar in de praktijk gewoon heel erg veel te leren op het gebied van camera's en hoe dingen werken. Want op een gegeven moment merkte ik van ja, nu zit ik wel tegen een plafond aan van wat ik zelf online kan vinden, omdat ik nu gewoon niet weet wat ik niet meer weet. En dan gaat het er gewoon over, ja, hoe doe je bepaalde dingen nou in de praktijk? En dat heb ik echt door bijvoorbeeld met Riske mee te lopen en ook door met andere mensen op een set te staan. Ik heb inmiddels met verschillende cameramensen op sets gestaan in allerlei verschillende samenstellingen. Daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Van hoe gaat nou zo'n proces? En wat kan ik daar dan aan bijdragen? En nou ja, altijd even vragen, hoe werkt het dan op jouw camera, weet je wel? Op die manier leer je elke keer weer een beetje bij. En ik ben ook altijd wel toch ook cursussen blijven doen. Ik heb in het begin dus niet een grote cursus gedaan. Nou, dat is niet waar. Ik heb bij Riske een cursus fotografie gedaan. Omdat ik dus mijn camera beter wilde leren kennen. Daar heb ik heel erg veel aan gehad. Dat is trouwens bijna ongeveer de cursus die nu ook online staat op onze website. Dus die kan ik je echt zeker aanraden. Als ik het zo even onbeschaamd dacht doen, Riske, jouw cursus aanraden. Ja, toen gaf ik hem nog live. Toen gaf ze hem nog live en die ging dus niet alleen over fotografie. Dat gaat gewoon over je camera leren begrijpen. En dat is wel gewoon stap 1 bij het maken van mooi beeld. Hoe werkt nou eigenlijk je camera? En later heb ik ook nog een cursus gedaan over wat meer kleur bewerken. Dus ja, door professionals om je heen te verzamelen en van hen dus gestructureerd informatie te krijgen, dat helpt ook enorm. En dat was voor mij een hele mooie aanvulling op wat ik mezelf allemaal online heb geleerd. En, want we hebben het nu veel gehad over het filmen. Wat ik vooral ook nu natuurlijk veel doe, is presenteren en interviewen. Dat heb ik ook nooit gehad op mijn opleiding. En dat is ook iets wat ik echt heel erg in de praktijk heb geleerd. Ik werd op een gegeven moment, toen ik dacht ik wil meer voor de camera staan, werd ik aangenomen bij de regionale omroep. Dat was aanvankelijk een zwangerschapsvervanging. Ik ben daar wat langer blijven hangen. En daar mocht ik een programma presenteren en haar buurten. Dat was dus elke keer 8 minuten lang met mensen live, semi-live eigenlijk, praten. En daar werd later niet meer in geknipt, dus dat moest dan allemaal in één keer goed. En daar heb ik enorm geleerd hoe interviewen werkt. Zeker omdat er daarna niks meer uitgeknipt kon worden. Was het gewoon een hele goede leerschool. En ik weet nog de allereerste keer dat ik dat deed, dat ik heel zenuwachtig was ook. Want ik dacht, gaat dit nu wel goed? En dat ik de hele tijd in de weg liep. Dat de cameraman me ook een paar keer vast moest pakken om een soort van om te draaien. Nou, dan is het wel echt erg. Zo van, weet je, je schermt je nu gewoon af voor het beeld. En jij zit nu naar iets te kijken. Maar het is de bedoeling dat de kijker thuis het kan zien. Je moet dat wel eventjes aan de camera laten zien. Weet je wel, al die dingen had ik allemaal nog niet in mijn systeem zitten. En dat is echt gewoon letterlijk door iemand me even omdraait en achteraf zegt, je moet op dat moment me even dit laten zien, je moet dan dat doen. Heb ik heel erg geleerd hoe dat werkt. Dus ja, als ik het heb over mijn opleiding, dan zeg ik eigenlijk, ik heb geen cameraopleiding gedaan, maar ik heb wel een opleiding gedaan in verhalen vertellen en in iets
maken voor iemand anders, iets maken voor hun publiek. En ik merk dat dat me wel enorm geholpen heeft. Omdat dat gewoon ook de basis is van video's maken. Maar Riske, die heeft dus wel een cameraopleiding gedaan. Oh ja. Nou ja, ja, vertel er zelf maar iets over. Okay. Toch? Ja, waar zal ik nu eens beginnen? Misschien is het handig dat ik ook even soort van bij het begin. Zodat ik goed het verhaal van Grietje kan aanvullen. Ik heb dus inderdaad de HKU gedaan, de Hogeschool van de Kunsten van Utrecht, waar ik de opleiding audiovisuele media heb gedaan. Maar daar ben ik niet begonnen trouwens. Ik ben ooit begonnen bij Open Studio. Open Studio ken je misschien. Dat is een bedrijf waar je ook apparatuur kunt huren en zij geven ook cursussen en korte opleidingen. Dus ik ben ooit begonnen bij Open Studio en daar heb ik toen een opleiding van een jaar gehad en dat was een soort voorbereidingsopleiding voor als je daarna nog naar de filmacademie wilde. En ik dacht filmacademie of HKU en ik werd toen aangenomen op de HKU, dus dat was helemaal prima. En ik heb dus de HKU gedaan en de opleiding heette audiovisuele media. Dus je zou denken van nou, dat gaat dus over hoe werken camera's, hoe moet je monteren, hoe moet je het licht instellen, al dat soort dingen. Echt puur over cameratechniek eigenlijk. En ik moet zeggen, dat hebben we wel geleerd. We hebben, nou, over camera herinner ik me eerlijk gezegd niet dat we überhaupt een les over camera hebben gehad. Maar we hebben wel les gehad, een les over lichttechniek. We hadden daar een klein studiootje met een paar lampen. We hebben iets van 8 lessen gehad over monteren. Vrij weinig. En 8 lessen over audio, geloof ik. Ja, dat was het. In 4 jaar. Dus vrij weinig. En de rest van de tijd hebben we het op de HKU gehad over de theorie van ook verhalen vertellen. De theorie van video maken. Want HKU, je hebt andere videoopleidingen ook. Die dan onderdeel zijn van een kunstacademie. Dus bijvoorbeeld Sint-Joost en zo. En die merk ik, want ik zag ook wel eens video's voorbij komen die dan door Sint-Joost studenten waren gemaakt. En andere kunstacademies die video deden, die waren vrij kunstzinnig. Dus die waren eigenlijk gericht op kunst maken met video. En de HKU was altijd heel erg praktisch juist. Dus die waren niet gericht op kunst maken, die waren eigenlijk gericht op tv maken of documentaires maken of korte films maken. Dus het ging veel meer echt over, je gaat een video maken, die gaat gekeken worden door een groot publiek en die moet het verhaal begrijpen. Dus het ging over inderdaad, hoe ga je een goed verhaal vertellen? Maar we hebben dus ook les gehad in mediatheorie, we hebben kunstgeschiedenis gehad, filmgeschiedenis, semiotiek. Semiotiek was een vak waarvan ik eerst ook dacht, wat is dit? Maar dat was les over de taal van beeld. Dat heel veel beeldtaal al zeg maar in onze collectieve geheugen ligt. Dat bijvoorbeeld gotische kerken, weet je, gotisch, dat zijn van die ramen die zo spits toelopen. Gotische kerken komen heel vaak voor in horrorfilms. Ja, dat is al heel lang zo. Slecht verhaal nu, want ik weet even niet meer de oorsprong. Maar in elk geval leerden we daarvan dat er heel veel onbewuste signalen zijn en symbolen in beeld die je dus eigenlijk moet kennen om te zorgen dat je niet daar onbewust fouten mee maakt. Dat als je een gotische kerk gaat gebruiken in een comedy, dan zet je toch een soort van, ja, maar er is hier misschien wel horror, want het is gotisch, weet je wel. En kleuren en zo, dat die allemaal dingen betekenen. Dus we hebben allemaal van dat soort theoretische vakken eigenlijk gehad over het maken van video. En ik weet nog dat ik dat toen allemaal vrij saai vond, maar het is wel heel nuttig. En daarnaast hadden we dan eigenlijk elk blok hadden we wel een videoproductie. Dus we hadden altijd aan het begin van zo'n blok hadden we dan dat we een opdracht kregen van jullie moeten nu zo'n soort film gaan maken met kleine teampjes. Dus naast dat we die theoretische vakken hadden, waren we ook wel altijd video's aan het produceren. Dus die praktijkoefening was natuurlijk ook altijd supergoed. Maar toen ik van school kwam, toen had ik dus wel allerlei video's gemaakt en ik had ook wel wat geleerd over camera. Maar ik had ook, ik merkte al vrij snel toen ik in de praktijk aan het werk ging, dat ik nou ook weer niet zoveel wist van videomaken. Wat eigenlijk heel gek was. Eigenlijk van de cameratechniek en zo wist ik heel weinig. En ik ben ik heb een aantal bedrijven gewerkt, gewoon in loondienst in de eerste jaren nadat ik was afgestudeerd. En daar heb ik best wel veel geleerd. Want ik vond het wel grappig wat Grietje vertelde over dat ze dus van mij dingen heeft geleerd. Maar ik heb die natuurlijk ook weer ergens geleerd en die heb ik eigenlijk niet geleerd op school. Die heb ik geleerd in de praktijk. Die heb ik geleerd bij banen die ik had. Die heb ik geleerd van een vriendje wat ik had, die fotograaf was toevallig. En al die invloeden tegelijk maakten dat ik ging leren hoe camera's werkten.
En dat ik steeds meer me begon te beseffen hoe camera's werken. En hoe, ik vond dat ook heel leuk. Ik weet nog dat ik dat leerde en dat ik het geweldig vond om te leren over ISO, sluitertijd en diafragma. Waar ik eerder wel een soort van gehoord had, weet je wel. Ik had wel op school geleerd bijvoorbeeld dat je als je gaat filmen, dan moet je altijd je sluitertijd op 1/50ste zetten. Dat was wat ik had geleerd. Dus dat was eigenlijk alles. En gain, want van die oude camera's waarmee we toen filmden, daarbij had je dan gain en geen ISO. Nu filmen we vaak met dit soort camera's, die hebben dan ISO. Maar vroeger met die camera's waar ik toen mee filmde, die hadden gain. En we hadden geleerd gain op 0. Dus dat was eigenlijk de kennis die ik had. Gewoon de sluittijd op een 50ste, gain op 0, klaar. Dat was het. Dus toen ik eigenlijk in de praktijk aan het werk ging, toen had ik wel zoiets van, ik weet heel goed hoe je moet filmen. Ja, ik weet dat toch. Ik heb dat toch geleerd. En toen ging ik het echt leren. En toen leerde ik over ISO, sluitend en diafragma. En daar gaat die cursus dus over die wij gemaakt hebben. Dus check zeker die cursus. Want dat heb je niet op school gehad. Ik heb dat niet op school geleerd. Wauw, nee. Dat is toch echt de basis? Nou, nu vind ik dat de basis. Maar de vraag is, wat is nou eigenlijk de basis van video maken? Want jij vertelde het net ook al, dat je zegt, ja, je hebt aan de ene kant de cameratechniek, de praktische techniek. En aan de andere kant heb je het vertellen van een verhaal. En we merken zelf ook vaak, want we hebben natuurlijk cursussen waar we jullie nog beter kunnen leren hoe je video maakt. En we hebben aan de ene kant cursussen over techniek. Bijvoorbeeld onze ISO sluitertijd diafragma cursussen, de cameratechniek. En we hebben cursussen waar we het hebben over de inhoud. Hoe vertel je een goed verhaal? Hoe zet je dat goed neer? En we merken zelf ook dat we dat veel moeilijker vinden om te maken. En we weten het wel, maar het probleem is zelfs dat we eigenlijk te veel ervan weten. Dat je dus denkt, ja, maar ik kan hier gewoon uren en uren over praten. Gewoon over de kunst van het verhaal vertellen is zo moeilijk. Dat is moeilijk om te vatten in een cursus. Maar het is tegelijkertijd het interessantste wat er bestaat of zoiets. En dingen zoals gewoon hoe werkt een camera, ja, dat is een soort van makkelijk. Het is wel moeilijk, want het is technisch en je moet het even begrijpen. Maar tegelijkertijd is het gewoon, het is wat het is. En als je eenmaal het snapt, dan is dat het, weet je wel. Terwijl ik het gevoel heb dat, hoe vertel je een goed verhaal? Dat is iets waar je je leven lang aan kunt blijven leren. En nou denk ik dat, en Gietje en ik hebben alle twee een hbo-opleiding gehad. En die zijn natuurlijk wat theoretischer dan bijvoorbeeld mbo of andere opleidingen die zich meer op de praktijk richten. Zijn hbo's meer van, we gaan het even over de semiotiek hebben. En ik denk dat dat wel heel waardevol is om mee te krijgen en dat dat je iets meegeeft waardoor je video's kunt maken die, die inhoudelijk ook gewoon goed zijn. En dat is heel veel waard. Dus we hebben alle twee zo onze bedenkingen af en toe ook over onze opleiding. Dat we denken, ja, wat hebben we daar nou helemaal geleerd eigenlijk? Dat ik zo bijna geen camerales heb gehad op de HKU vind ik zoiets raars eigenlijk. En de ISO sluitend diafragma die ik gewoon daarna, jaren daarna pas geleerd heb in de praktijk. Maar die basis van de inhoud is zo waardevol, dat eigenlijk had ik dat niet willen missen. Want dat is toch wel waar het om gaat. Het uitgangspunt van deze video is ook een beetje van, moet je nou een filmopleiding doen of niet? En dan denk ik, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Want daar hebben we dus ook niet echt een soort van keihard antwoord op. We kunnen je alleen maar onze ervaringen meegeven en dan kun je zelf daarmee besluiten wat je ermee doet. Want ik denk dus dat zeker hbo-opleidingen je echt kunnen helpen bij je leren hoe je conceptueel nadenkt over het maken van een video. Dat je dus niet meteen denkt, ik pak mijn camera erbij en we gaan de techniek leren. Nee, hoe gaan we eigenlijk een verhaal vertellen? Dat is super waardevol. Maar je hebt ook opleidingen die meer praktisch gericht zijn. En dat is eigenlijk ook waardevol. Want Gietje en ik hebben het altijd over gehad dat we dus in de praktijk hebben leren filmen. Dus daar hebben we de ISO-sluiter, het diafragma geleerd. Daar hebben we beter leren monteren. Het hebben we geleerd van anderen om ons heen. En dat is geweldig. Maar dat duurt ook lang. Ik heb er jaren over gedaan om die kennis te verzamelen en op te bouwen. Door meerdere banen die ik gehad heb, door mensen die ik in mijn leven had op dat moment, die mij wezen op dingen die ik nog niet wist. Want dat is, als je geen opleiding doet, dan weet je niet wat je niet weet. En je kunt wel dingen opzoeken, maar je kunt eigenlijk alleen maar dingen opzoeken die je weet dat je niet weet. Dus dan kun je zoeken naar, oh, er is iets met een diafragma of zo, daar moet ik iets over weten. Dus dan kun je opzoeken, wat is een diafragma en wat kan ik daarmee? Maar zolang je niet weet dat dat belangrijk is, ga je dat ook niet opzoeken. En het voordeel van een filmopleiding, ook al is die alleen maar praktisch, ook al leert hij je alleen maar de techniek, is dus ook heel waardevol, omdat je daardoor gewoon voorgeschoteld krijgt, dit is wat je moet weten over cameratechniek. En
En ja, je kunt het in de praktijk leren, maar dat duurt dus gewoon langer. En dan moet je zelf je eigen pad daarin vinden. En dan helpt het als je mensen tegenkomt onderweg die jou iets kunnen leren. En dat is super waardevol. Maar een filmopleiding, ook een praktische filmopleiding, bijvoorbeeld een mbo of een grafisch lyceum, die kunnen je gewoon heel snel... Oh, en de Open Studio trouwens, die heeft daar ook goede cursussen voor. Die kunnen je heel snel op een hoger level brengen. Dus dat is natuurlijk super fijn. En trouwens, laat ik niet vergeten dat wij dus cursussen hebben ook. Wij ook goede cursussen hebben daarvoor. Ja, dat zie ik ook wel zeggen. Wij hebben natuurlijk dus ook cursussen. En we hebben dus ook cursussen die gewoon echt de harde cameratechniek uitleggen, zeg maar. Wij hebben ook mensen die bij ons het komen leren met meerdere cursussen. Ja, ja, we hebben dus ook inderdaad al mensen in onze cursussen die meerdere techniek cursussen, zeg maar, bij ons doen. En we hebben de videocoach. De videocoach, daarmee koop je eigenlijk een soort van half uur skypen. En daarmee kunnen we een soort van persoonlijker met jou in gesprek over de dingen die je nog echt eventjes aandacht aan moet besteden, wat je nog moet leren. Dus eigenlijk op die manier met onze videocoach dingen en de cursussen die we hebben, ja, eigenlijk kun je bijna een opleiding bij ons doen. Nou ja, ik vind dat we daarvoor nog wel wat meer cursussen moeten maken, maar dat gaan we ook zeker doen. Al met al zou ik dus eigenlijk zeggen, je hebt niet per se een opleiding nodig omdat je echt veel in de praktijk kunt leren. Maar een opleiding maakt het wel gemakkelijker, want je leert dus sneller hetgene wat je moet weten. En daarbij vind ik ook nog wel dat een opleiding geeft je de kans om 4 jaar, want meestal duren opleidingen 4 jaar, om 4 jaar gewoon te klooien, te oefenen, rotzooi te maken. En dat is geweldig. Dat heb je gewoon nodig. Je hebt het nodig om gewoon dingen te maken. En dan is het ook leuk dat er leraren bij zijn, andere leerlingen, dat jullie elkaar feedback kunnen geven. Dat is super waardevol. Je hebt het gewoon nodig om rotzooi te maken. En om daar heel veel van te leren. Ik heb daar zoveel van geleerd, van al die onzin die ik gemaakt heb op de HKU. Ja, dat is gewoon heel veel waard. Dus als je de tijd en het geld hebt om een opleiding te gaan doen, dan zou ik dat zeker aanraden. En dan maakt het dus niet eens echt uit wat voor opleiding dat is. Want Grietje en ik hebben eigenlijk, nou, ik zou niet willen zeggen hetzelfde, maar we hebben toch alle twee iets geleerd over verhalen vertellen. Grietje op een theateropleiding en ik op een audiovisuele mediaopleiding. Maar ook bijvoorbeeld kan ik me voorstellen dat een opleiding journalistiek heel waardevol kan zijn. Ik denk dat als je iets met video wil gaan doen, dat het sowieso goed is om iets te leren over verhalen vertellen. Maar dat leer je dus bij verschillende opleidingen. Dus je hoeft niet per se een videoopleiding daarbij te doen. Zeker niet als je denkt, ik wil leren hoe die camera werkt en hoe die techniek daarvan werkt. Ja, daar heb je dus ja, dan op de opleiding audiovisuele media, waar je zou denken dat je het krijgt, krijg je dat dus niet eens echt. Nou ja, oké, ik moet zeggen, mijn ervaring, ik zat daar tussen 2003 en 2007, dus een tijdje geleden. Dus het zou kunnen dat het veranderd is inmiddels. Dat kan, dat weet ik niet. Als dat zo is, laat het me vooral weten. En dat is eigenlijk de afsluiter van deze video. Want ik ben heel benieuwd, heb jij een opleiding gedaan? Welke opleiding dan? Of ben je een opleiding aan het doen? Of ga je er nog eentje doen? Of heb je hele goede cursussen gehad? Laat het ons weten wat je hebt gedaan. Want dat is allemaal super interessant om te weten. Ook voor anderen die misschien nog iets overwegen. Laat ons vooral weten wat jij gedaan hebt in de reacties onder deze video. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En dan denk ik, dankjewel voor het kijken. En veel plezier met filmen.